De Kuip is ontzettend oud en dus wil Feyenoord een nieuw stadion van 400 miljoen. De gemeente moet dik meebetalen, maar heeft de Rotterdammer daar eigenlijk wel zin in? Ga je mee naar het stadion, naar de ploeg van rood en wit? Waarom heeft Rotterdam een nieuw stadion nodig? Omdat het oude op is en het dus tijd wordt voor iets nieuws. Maar de mensen van Red de Kuip zeggen dat hun plan eigenlijk veel beter is dan een nieuwe Kuip. Dat zeggen ze en ik snap ook dat ze dat zeggen. Ja. Alleen als je vervolgens gaat kijken of het ook financieel uit kan, dan is de conclusie helaas nee. Jullie plan is gewoon financieel haalbaar? Zeker, zeker. En we hebben ons ook aan het programma van eisen van het nieuwe stadion moeten houden. Dan zou je echt een prima plan hebben en dan zou je de Kuip gewoon kunnen behouden. Met de huidige Kuip kan je eigenlijk niet zo heel veel meer. Nu is het stadion een beetje teruggeschaald naar een soort tweede arena. En de dingen die je ook met de Kuip kan halen. Dus waarom dan nog meegaan in de grootheidswaanzin en voor 360 miljoen zoiets neerzetten? Wat er nu gebeurt is dat het de grootste risico ligt bij de gemeente. En ik denk niet dat dat een goede verhouding is. Het is een commercieel project. Tegelijkertijd is een stadion zo'n uniek ding. Dat heeft ook een maatschappelijke waarde. Als je een commerciële instelling bent, dan moet je het in ieder geval commercieel goed kunnen exploiteren. En dan heb je niet zo'n bijdrage van de gemeente nodig. Nergens in de wereld worden stadions gebouwd zonder ingrijpen van de overheid. Simpelweg omdat de markt dat niet in zijn eentje kan redden. Nu is er eigenlijk, wordt er om geld gevraagd terwijl er nog niet eens een ontwerp is. Dus eigenlijk zeg je tegen zo'n bouwer van, hier heb je een zak geld en bouw maar. Hoe denkt u dat het stadion eruit gaat zien? Nou, ik denk meer van hetzelfde. Maar ja, niemand die het weet, want er liggen nog geen plannen. Wanneer denk je dat er een keer een schets komt van het nieuwe stadion? Niet, het nieuwe stadion komt er niet. Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. De nieuwe Kuip, wat vind jij? Moet die komen of niet? Nee, waarom? Geen Kuip, geloof maar niet. Zinloos, weggegooid geld. Al die mensen hier die zitten dat stadion alleen maar te vernielen, dus waarom zouden we? Nee. Nu zeg je dat alle Rotterdammers hooligans zijn. Nee, maar de mensen die naar het stadion gaan wel, ja. In principe hoeft het niet echt. Vind ik zelf. Het is wel leuk voor de voetbalwereld, dat gezellig weer iets nieuws en zo. Ik ben zelf ja, een soort van verliefd geraakt op het stadion zelfs. Alle Feyenoorders die naar het stadion zijn, veel allemaal mensen. Hooligans. Zo, je bent wel goed bezig. Nee, ja, veel mensen zijn hooligans, ja. Wat is dit nou weer? Hallo. Hallo. Er kan alleen maar ellende van komen. Waarom loop jij hier met een Ajax-shirt? Ga dit wat zeggen? Mensen die eraan verdienen willen het heel graag. De supporters niet. Een nieuwe Kuip? Nee, van mij mogen ze die oude renoveren. Stukje plastic eraan en bingo. Die man is in de waai. Die heeft meer verstand van kamelen. Van wat? Voor kamelen. U bedoelt de burgemeester Abu Talib? Zo, ja, dat is hij. Ik vind ook dat Feyenoord het niet goed aangepakt heeft. Het is ook hun schuld dat er nu een plan op tafel ligt wat gewoon geen draagvlak heeft. Dat kun je mensen buiten deze gemeenteraad wel kwalijk nemen. Dat er onvoldoende geïnvesteerd is in het draagvlak onder de supporters. Maakt Feyenoord niet gewoon enorme fouten dan? Waarom horen we ze niet? Ja, dat is hun afweging. Dat moet je aan hun vragen natuurlijk. Dus op de een of andere manier hebben ze het echt heel slecht aangepakt. En dit is ook gewoon een slecht plan wat er nu ligt. Uiteindelijk vind ik dat zij een fantastisch plan hebben wat goed is voor Feyenoord zelf. Die Feyenoord supporters willen gewoon dat nieuwe stadion niet. Het heeft niks met informeren of draagvlak te maken. Ze willen het gewoon niet. Nou ja, er zijn supporters die het niet willen en er zijn supporters die het wel willen. 82% van de supporters wil dit nieuwe stadion niet. Er zijn dus supporters die ervoor zijn en er zijn supporters die er niet voor zijn. Maar dat heeft ook alles te maken dat heel veel supporters, trouwens een gemiddelde Rotterdammer, niet exact weet wat er gaat gebeuren. De wethouder wil ook niet met ons praten. Ja, nou, dat vind ik. Kijk, dat soort dingen vind ik echt gewoon niet slim. Maar 82% van de supporters is tegen. Voor wie doet u het dan eigenlijk wel? Wij doen het voor de gebiedsontwikkeling op Zuid. Wij doen het niet voor de supporters van Feyenoord. Besluitangst, eigenzinnige partij. Het is nogal wat u over u heen krijgt. Nou, eigenzinnigheid klopt absoluut. Wij waren eigenlijk ook wel verbaasd zo'n nuchtere beslissing van D66. Dat zijn we niet gewend van jullie. D66 Rotterdam is een hele nuchtere partij. Maar is het nou eigenzinnig of nuchter? Wat is het nou? We zijn een eigenzinnige, nuchtere partij.